Mijn naam is Eduardo van den Berg. Ik ben Michael Batenaan. En samen hebben we het Farmafilter-concept bedacht. Op elke afdeling van het ziekenhuis hebben we een vermaler, die noemen we de Tonto. Daar wordt eigenlijk bedpannen, gewoon grijs afval, vermaald. Dat wordt via het interne riolering eigenlijk getransporteerd. En voordat het gemeenteriool zou opgaan, vangen wij het op. Het waterfractie wordt gereinigd en alle medicijnresten en alle schadelijke stoffen worden verwijderd. En het vaste afval wordt gereduceerd, waardoor we daar op een gegeven moment weer nieuwe energie mee kunnen opwekken. We zijn allemaal gewend om afval te scheiden, hier in het ziekenhuis, in allerlei verschillende tonnetjes en containers. Heel ingewikkeld proces, heel kostbaar. Wij zeggen, gooi alles maar bij elkaar in het riool. Dat is al een besmette omgeving. Besmetten dan dat kan niet. En daardoor krijg je een enorme efficiëntie en hygiënewinst in het ziekenhuis. De producten van bioplast die we maken, zoals de eenmalig te gebruiken bedpan, het urinaal en een aantal andere producten die daar nog op zullen volgen, kun je het zorgproces beter maken, schoner, hygiënischer, dus veiliger voor de patiënt, maar ook voor de verpleegkundigen, waar we een groot tekort van verwachten, kun je door de introductie van dit soort producten het arbeidsproces eenvoudiger en minder onplezierig maken in de aspecten die niet zo populair zijn bij de verpleegkundigen. Deze demonstratieplant draait bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De vinding zal maar klaar zijn in 2011. Voor de vermaler is een partner, voor de bedpan en urinalen hebben we een spuitgieter. Deze installatie bestaat uit een heel groot aantal componenten die bij verschillende partners van ons en leveranciers in Nederland worden geproduceerd.